Op een gegeven moment voel ik al van ik wil dit gaan doen. En dan weet ik, ik moet mezelf gaan weerhouden, maar het lukt niet meer. En het wordt steeds, tot ik op een gegeven moment gewoon zo boos word, dat ik kan mezelf niet meer weerhouden. Vorig jaar ging ik langs bij verschillende zorginstellingen. Dit is de woonkamer waar we dan waar we gegeten worden, activiteiten worden gedaan. PlayStation onder andere. De instellingen helpen onder andere top 600 jongeren bij het vinden van werk en stages. Wat mij opviel was de grote mate van vrijheid die de jongens krijgen. Morgen vanaf 12 uur beginnen. Ja, 9 uur beginnen op kaart doen. Waarom kan dat niet? Dat is gewoon te vroeg. Dat doet heel Nederland toch? Nee, dat mag niet uit. Wij niet. Naast de ambulante zorg zijn er ook andere methodes waarmee veel plegers worden geholpen. De nadruk ligt hierbij veel meer op een strenge aanpak en discipline. Telefoon inleveren. Die mogen tijdens het werk niet gebruiken. Ik ben benieuwd wat de stevige aanpak precies inhoudt. Ik ben in Den Helder, waar oud-mariniers Roy en Marcel overlastgevende jongeren op het rechte pad proberen te brengen en te houden. Hebben de jongens eigenlijk een beetje discipline? Sommigen wel, sommigen niet. Maar ja, wat wij hier gewoon aan willen leren zijn voornamelijk de werknemersvaardigheden. Dus hè, wat voor veel mensen vanzelfsprekend is. Op tijd komen, leren samenwerken, je spullen opruimen, leren samenwerken, dat soort zaken. Als je te laat bent, even afbellen, dat we weten waar je bent. Dat proberen ze eigenlijk gewoon mee te geven hier. Ja, dat zijn eigenlijk standaard skills die je zou moeten hebben als je dan aan het werk gaat. Maar dan zijn jullie ook nog eens oud-mariniers, hè? Op welke manier kan je die ervaring meenemen in het begeleiden van deze jongens? Nou, kijk, wat we proberen is niet deze jongens te trainen als mariniers of mariniers in opleiding. Maar voornamelijk ook de structuur in je leven gewoon. Dat is belangrijk. Deze jongens worden wakker wanneer ze wakker willen worden. Terwijl je kunt ook een bepaald tijdspad voor jezelf uitstippelen. Vandaag of morgen ga ik dat en dat en dat doen. En dan heb je een beetje structuur. En dat proberen we ze mee te geven. Dat doen we ook op het traject. Hoe laat hebben we koffie? Hoe laat gaan we eten? Hoe laat gaan we sporten? Dat soort dingen proberen we allemaal mee te geven. Een duidelijk pad uitstellen voor die jongens. Wij krijgen ook wel eens jongens binnen die scheid aan de regels hebben in het begin. Kleine dingen, een telefoon niet willen inleveren, geen werkschoenen aan willen hebben, oorkappen niet op doen tijdens het werk, dat soort zaken. Op een gegeven moment ziet hij dus dat zijn collega's dat wel allemaal doen, die meewerken aan het traject. En dan zie je dat zo'n jongen meegaat in die positieve flow van het groepsproces. Waarom werkt dit? Nou, die jongens weten wat ze aan ons hebben. Hij meldt zich ziek en hij is niet thuis. Nou, onze collega gaat dan thuis een huisbezoek afbrengen. Is hij dan niet ziek of hij is niet thuis, ja, dan kan er een sanctie volgen. En wij staan er eigenlijk wel voor dat die sanctie ook opgelegd wordt. Je ziet bij heel veel instanties dat die sancties dan niet uitgevoerd worden. En naarmate je dat uit gaat voeren, gaat zo'n jongen uiteindelijk ook beseffen, oké, ik heb die 30 euro weekgeld wel nodig. Nou, en dan uiteindelijk zul je zien dat die jongens toch echt wel hangen aan hun geld. En in dit geval is het over het algemeen de uitkering. De oud-mariniers begeleiden een groep van maximaal 15 jongens over een periode van een paar maanden tot meerdere jaren. Ze hebben een strak dagprogramma van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags, verplicht. Niet opkomen dagen betekent gekort worden op je uitkering. Een van de jongeren die het traject volgt is Ejoep. Hij kwam meermaals in aanraking met politie en justitie en werd onlangs zelfs uit huis geplaatst. Via begeleid wonen en het marinierstraject hoopt hij uiteindelijk een enigszins normaal leven te kunnen leiden. Hey man. Hey Sven. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, ik belde aan, maar... Dat is een gangetje. Nou, dan gaan we zitten. Hier woon je? Ja, dit is mijn stekkie. Ja, en hoe lang al? Ik denk nou ruim een jaar en 8 maanden, als ik het goed zeg. Oké, en hoe bevalt het? Op zich wel goed. Ja, uiteindelijk wil ik wel iets groters natuurlijk. Ik wil meer ruimte, aparte slaapkamer. Toch een beetje mijn privacy. Maar maar hier woon je alleen? Ja. 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 Hoe is het, Ejoep? Redelijk, man. Dan zeg ik, ik ben 5 maanden geleden ook mijn zusje kwijtgeraakt. Dus ik zit wel een beetje in mijn gevoelens nu. Gecondoleerd, man. Dankjewel. Wat is er gebeurd? Mijn zusje heeft een hartstilstand gehad, man. Maar ze bleek net als mijn hartpatiënt te zijn. En ook als mijn moeder. Alleen, we wisten dat nooit. Ze sportte ook gewoon street dance. Dus dat is... Heftig. Ja.
Ja, op een gegeven moment, het is natuurlijk een huis van begeleid wonen. Ik zit hier via een begeleidersinstantie. En toen ben ik in 2018 ben ik 3 maatjes van me kwijtgeraakt. En toen ben ik heel erg bergafwaarts gegaan. En ben ik hier, zeg maar, komen te wonen. En zodoende ging ik eigenlijk best wel vooruit. En op een gegeven moment ook, ik had een baantje en zo. Alleen vanwege corona ben ik dat kwijtgeraakt. Daarna mijn zusje verloren, dus ik ben eigenlijk alleen maar weer bergafwaarts gegaan. Hoe oud ben je nu? 23. Ja. Augustus ook 24. Ik ben vanaf jongs af aan ben ik ook al mishandeld en zo. Door? Dat ga ik niet in beeld zeggen, maar ja, gewoon in mijn verleden. Ik ben 13 jaar lang mishandeld, man. En dat heb ik met me meegenomen. Als kind? Ja, en dat is iets wat meespeelt. Ik kan onder andere wel even mijn raam in mijn keuken laten zien. Ja, dat is iets waar ik het onder andere op geuit heb. Die heb ik als eerste doorgegooid. En nou, zoals je zegt, ik zit dan met mijn agressie. En nadat ik deze had doorgegooid, had ik mijn voldoening nog niet. Zo. So. Yes. Wat is hier gebeurd, man? Een stoel door de ruit, man. Een stoel? Ja. En waarom? Geen idee. Als ik op een gegeven moment zo agressief word, dan moet ik of iets of iemand of pijn doen of kapot maken. En als ik mezelf niet, dan is het wel wat anders. Naast je... Oh. Heb ik hem ook op eigen uit. Ja, en zo zijn er wel meerdere dingen. Zo zie je... Met je vuisten heb je dit gedaan? Nee, dat heb ik zelfs met mijn hoofd gedaan, man. Met je hoofd? Mm-hmm. Ik heb gewoon kortsluiting in mijn hoofd. Het is mijn hoofd, dat gebeurt van alles tegelijkertijd. Alles wat in het verleden is gebeurd en zo. Ik herhaal dat, zeg maar, in mijn hoofd. Kijk, op een gegeven moment gewoon, ik word echt helemaal... Ik word al boos, weet je. Ik word lijp en ik probeer mezelf dan rustig te houden met die dingen. Maar op een gegeven moment voel ik al van, ik wil dit gaan doen. En dan weet ik moet mezelf gaan weerhouden, maar het lukt niet meer. En het wordt steeds... Tot ik op een gegeven moment gewoon zo boos word, dat ik kan mezelf niet meer weerhouden. En waar het allemaal vandaan komt, nou, ik zou het graag willen weten, want dan kon ik er wat aan doen, man. Het lijkt me ook wel eng voor de mensen om je heen. Ja. Als je van het een op het andere moment kan flippen. Ja, ja, zeker. Er zijn af en toe mensen die daar echt wel rekening mee houden, zeg maar. Hoe sta jij nu in het leven? Kijk, in verband met corona is wel natuurlijk. Het traject is pas 3 weken geleden ook weer begonnen. Dus dat is voor mij een groot voordeel. Ook omdat ik weer een beetje mijn afleiding heb en mijn ding kan doen. Maar ik moet je nu wel zeggen, kijk, als ik thuis kom en ik zie die ruiten zo, dan kan ik niet blij van worden, snap je? Nee, dat begrijp ik. En ik ben gewoon bezig geweest om dit te laten maken en zo. En ze hebben dat allemaal opgemeten. En als ik gewoon te wachten tot het wordt vervangen. Om toch wel weer een beetje rust te geven als ik thuis kom. Want dit zie je, het blijft stressvol. Mannen, goed gewerkt vanochtend. Ja, we gaan nu even het spotprogramma doen. Rustig naar de middenlijn. Pak je rust ook even tijd, dit wandeltje. Voormalig mariniers Roy en Marcel zijn uitgezonden geweest naar oorlogsgebieden en weten als geen ander dat behalve discipline ook doorzettingsvermogen en een goede fysieke gesteldheid essentieel zijn voor succes. Daarom laten ze de jongens elke middag een paar uur sporten. 3, 2, ah, netjes, jongen. 1. Ja, niet zwaar, hè? Heb wel weer gedaan. Middellijn. In hoeverre helpt het eigenlijk dat deze jongens ook nog eens oud mariniers zijn? Ik heb ook wel eens tegenover deze grote kerel gestaan. Dat ik bijna met hem wou gaan vechten. Nou ja, geloof me, dan moet jij gewoon zo'n gast tegenover je hebben staan. Want anders boeit het je gewoon geen ene moer, weet je. En deze mannen, die hebben gewoon een beetje discipline. Maar ja, wat zeg je? Kijk, dat zijn oud-mariniers, maar ze doen het ook wel echt met gevoel, weet je. Dus ja, het is een beetje lastig te zeggen. Het is niet per se of... Maar het helpt dus wel omdat je de grens niet opzoekt. Ja, 100%. Dat je toch ook een soort van... Dat je toch een beetje terugdenkt. Dat je denkt, hé, wacht even. Ja, tuurlijk. Ah, lekker aan Joep. Volgende keer in Azouet en de Top 600. Staan er 2 politieauto's voor je deur? Ik schaamde me diep. Als ik kijk naar 2-3 jaar geleden hoe ik toen was. En ja, dat vond mijn moeder natuurlijk niet heel fijn. Dat, het was ook gewoon zwaar voor haar.